Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn, dan weten jullie wat jullie moeten doen. Abonneer, please! Dat zou ik echt heel leuk vinden. Ik heb vandaag een naked haul voor jullie. Ik heb weer helemaal nieuwe items, dus ik dacht ik ga ze allemaal laten zien. Ik ga ze eerst zo tonen en dan ga ik ze op het einde van de video allemaal aandoen. Als eerste heb ik een tie-dye t-shirt. Dat is echt volledig terug in tie-dye. Ik weet dat we dat vroeger op de scouts maakten als we 8 waren of zo. Dan maakten we zelf zo'n t-shirt op scoutskamp. Maar het is helemaal terug van weg geweest. Hè? Ik heb een groen met bruin. De mouwtjes zijn zo precies afgescheurd. En van onder ook. Dat is ook zo'n heel licht stofje. Dus ideaal voor in de zomer of in de lente. Dan next heb ik een set, een jogging set, zwart met een fluo-groen touwtje. Dus dit is zo'n crop top, of hoe zeg je, een crop truitje. En dan de broek is ook gewoon zwart, basic zwart, heeft wel zakken opzij en één zak van achter. Ook weer flesje groen touwtje, gecentreerd van onder. En die komt hoger. Dus dan heb je eigenlijk een hoge broek en een krop truitje. Dan heb ik ook nog dit. We noemen dit een fanny pack of zo, denk ik. Het is een hele grote fanny pack wel. Maar ik dacht, dat is keihandig voor op het vliegtuig. Dan heb ik gewoon mijn koffertje en dit tasje. Want ik vertrek over 2 weken, denk ik, op vakantie. Dus ik dacht, dat is super handig. Dan kan ik zo mijn paspoort er snel uithalen. Mijn gsm er snel uithalen. Snap je? Snacks. Kan ik eten. Maar dat is ook handig in het vliegtuig. Om dat dan zo bij je te houden. Dan neemt niet veel plaats in beslag. Dus daarom had ik deze gekozen. Dan heb ik deze slides. Pool slides. Die ga ik ook aandoen. Een zwembad of zo. Er staat op naked. Super cute. Zwarte schoenen. Ja, dat past wel overal bij. En ze wegen ook niet veel. Want vaak met zo'n slides heb je zodat die zoveel wegen. En dan is het zo moeilijk om daarmee te gaan. Maar deze zijn wel gemakkelijk, denk ik. Dan heb ik nog een lichtgele trui. Die ziet er zo uit. Geel is wel, denk ik, een van de kleuren die fel gaat zijn voor de zomer. Dus, en zeker zo pastel, dat gaat fel zijn voor de lente. En dan feller geel voor de zomer. Dus ik dacht, ik sla alvast een gele trui in. En dat is ook weer zo tof voor overaan te doen. Op een jeansbroek of zo. Ik vind het wel heel mooi. Mooie kleur. Een grote V. V-hals van voor. Maar van achter is hem gewoon. En dan heb ik nog 3 bikinis. Als eerste hebben we bolletjes. Het is een smal broekje. Wat ik het liefste heb. Maar ik zit hier wel in de war precies. Ah, zo denk ik. En zo hoog op de taille. Dus dit kun je zo hoog over de heupen trekken. En de achterkant is dan zo. Dus hier bedekt hij nog wel. Maar dan meer naar onder gaat hij wel smaller. En het blouseje daarop. Vrees ik dat te klein gaat zijn. Ik heb in alles een smal genomen. In alle bikinis, zowel als in alle kleren. Maar ik vrees dat het topje klein gaat zijn. Ik weet het niet. Ik moet het alleszins aanpassen. Maar dat is zo'n triangel topje met in het midden gebonden. Ik hoop dat het gaat passen, want ik vind het super mooi. Ook een hele mooie kleur, zo meer bordeaux. Dus I hope it will fit. Dan heb ik een okergele bikini. Ook een triangel. En dan vanachter is dat eigenlijk een dubbele strap. Dus er is al een strap en dan moet je nog eens binden ook. Dus dan heb je zo'n dubbele. En het broekje daarvan is wel iets groter. De voorkant ziet er zo uit. En de achterkant is wel meer bedekkend. Allee. Toch meer dan de meeste broekjes, denk ik, die ik heb. Maar als je daar meer van houdt, dat heeft Naked ook zeker. Dus je kunt ook wel kiezen vaak. Want in deze kleur had je ook er om te binden opzij.
en meer strings, nog bedekkendere. Dus je kunt dan wel zo mix en matchen. Dan heb ik deze kleur. Dat is dan wel weer om te binden opzij. En dit is zo'n oud roze kleur. Ook weer meer bedekkend van achter. En het topje daarvan is echt heel simpel triangel topje. Ook niet voorgevormd of zo, maar dat zijn ze allemaal niet. Nee, zijn allemaal niet voorgevormd. Dat is gewoon stof. Het topje ziet er zo uit. Ook weer om te binden van achter. Dus ik denk ook wel dat het heel mooi gaat zijn. Ik ben benieuwd hoe alles aan gaat zijn. Want zoals ik zei, ik heb zelf nog niks gepast. Maar ik ga nu alles aandoen. Als jullie deze video leuk vonden, doe dan al zeker thumbs up nu. En dan gaan we nu naar de dingen dat ik alles aandoen. Dus, let's go. Now, baby, but I'll never let you in again. I let you get to me once now, baby, but I'll never let you in again. I let you get to me, I let you get to me, get to me. I let you get to me, I let you get to me, get to me. I let you get to me, I let you get to me, get to me. I let you get to me.